Hallo, in deze screencast gaan we tonen hoe je de foto's nu kunt inbrengen op de verschillende pagina's. Daartoe gaan we dubbelklikken in ons document, zodanig dat we uit de voettekst zijn. En ik stel voor dat we de foto's eigenlijk onderbrengen in tabellen. Zo vermijden we dat alles door elkaar gaat vliegen. Je zet je cursor hier voor het pagina-einde. Dat mag op pagina 1 zijn, dus in de rubriekje 1.1 kustlandschap. En we kiezen voor invoegen tabel. We rollen dat eventjes uit en ik zou hier durven kiezen voor een tabel van 1 kolom bij 5 rijen. Zometeen wordt duidelijk waarom. Dus ik wijs dat aan, dat is nog maar gewoon aanwijzen. Op het moment dat ik akkoord ben met het voorstel, ga je klikken. Hier in deze eerste cel moet een eerste foto komen van een kustlandschap. Dat is nu natuurlijk niet voldoende hoog, maar dat is niet zo erg. Hieronder zal dan komen de locatie, de plaats van de opname, als ook de bron. Het is misschien een goed idee om dus die cel te gaan splitsen eigenlijk in twee kolommen. Hoe doe je dat? Je gaat rechts klikken. En je ziet hier nog net in de screencast cellen splitsen. Je kiest voor één rij, twee kolommen. Je bevestigt oké. En dat gebeurt zelfs netjes in het midden. Hier komt straks een lege rij om een onderscheid, om een afscheiding te voorzien tussen de twee foto's. Dus dat komt zometeen leeg. Je mag die rijhoogte wel een beetje aanpassen. Dus dat kan als volgt. Je gaat hier staan en op het moment dat de muisaanwijzer wijzigt, ga je klikken. Je ziet dat de rij is geselecteerd. Je gaat rechts klikken. En dan zouden we moeten kunnen bij tabeleigenschappen, dacht ik. Jawel, tabeleigenschappen. Aanklikken onderaan, rij. En daar kan je bijvoorbeeld de hoogte opgeven. Je kan dat bijvoorbeeld op exact 1 centimeter brengen of zelfs iets meer. Oké, we kunnen daar later natuurlijk nog mee spelen. Voilà. Dus nu zal dat onderscheid tussen, of die afbakening tussen die twee foto's wat beter zijn. Hieronder, hier komt foto 2 zometeen. En hieronder dan ook weer locatie bron. Dus ik ga daar rechts klikken, de cellen splitsen. En we gaan daar weer twee kolommen, één rijen van maken. Oké, en dat is dus in orde. We gaan hier nu de benaming locatie of de vermelding locatie bron invoegen. Dus ik ga naar het tabblad start. Ik zou hier kiezen voor Arial omdat dat een nauwe letter is. Dat mag op puntgrootte 10 of 9 zijn. Dus locatie of plaats, maakt niet uit, dubbele punt. Dat kan dan verder worden aangevuld straks. En de bron is natuurlijk de vermelding waar we de foto vandaan hebben. Dus dubbele punt met na dubbele punt een spatie. En trouwens hier moet dat ook zo gebeuren. We gaan hetzelfde hier doen. Je hoeft dat niet over te typen, je selecteert dat eventjes, je doet Ctrl-C, je zet de cursor hier Ctrl-V voor plakken, en hetzelfde hier voor de bron, plus de spatie, Ctrl-C voor kopiëren, cursor hier zetten, Ctrl-V voor plakken. We kunnen misschien de tabel nu nog aanpassen voor wat betreft de omranding. Je selecteert deze rij, gaat rechts klikken, randen en arcering, zien we nog net opgelet. Tabblad randen nemen, niet arcering, maar we doen de rand uiterst links en rechts weg. Oké, dat heeft voor gevolg dat we de indruk krijgen dat we twee aparte tabellen hebben, maar dat is slechts schijn natuurlijk. Ook die lijntjes hier zijn misschien overbodig. En het wordt dan wel wat mooier als we bij randen en arcering gaan zeggen dat die lijntjes uiterst links, uiterst rechts en de middellijn en de lijn onderaan mag weg. Dan krijgen we dus dit hier en we gaan hetzelfde doen voor deze rij. Rechts klikken, randen en arcering, uiterst links, uiterst rechts, tussenlijn en lijntje onderaan weg. En ziezo, we hebben denk ik nu een mooie moedertabel waar we telkens de foto's kunnen in onderbrengen. Wat zal ik nu doen? Ik ga die tabel niet iedere keer opnieuw maken natuurlijk. We gaan dat kopiëren en plakken, dus rechtsklikken. Ik zou selecteren moeten hebben. Jawel, tabel, die is nu helemaal geselecteerd. We houden de controltoets, CTRL-toets ingedrukt en we drukken C. Goed, we gaan nu scrollen. Dat is nu gekopieerd. Je brengt dat hieronder, voor het pagina in einde, Ctrl-V, ziezo, en we doen dat voor al de pagina's. Ctrl-V, Ctrl-V, daar komen straks de landbouwlandschappen. Hier klikken en plakken, klikken voor pagina einde, Ctrl-V om te plakken, klikken voor pagina einde, Ctrl-V om te plakken.
Hier mag er geklikt worden en Ctrl-V om te plakken. Dus dit is gebeurd. We hebben iets belangrijks gedaan. Dus gaan we opslaan. Ziezo.